Goedenacht. Een deel van het Mediapark in Hilversum is vanavond getroffen door een stroomstoring. Uitzendingen van de publieke omroep op radio en tv waren een tijd lang niet te ontvangen. De radiozenders doen het inmiddels weer, Nederland 1 ook, anders zou u mij niet zien. Maar op Nederland 2 en 3 is nog tekst-tv te zien. De kijkers van Studio Voetbal, elke week zijn dat er meer dan 1 miljoen, waren rechtstreeks getuigen van de stroomstoring. Ja, ik was vandaag bij Utrecht Heerenveen eigenlijk soortgelijk. Prima. Dit is ook mooi. Ja, nee, ga gewoon door. Svente reageert onmiddellijk. Ja. Ga gewoon door, de mensen kunnen het horen. Ja. Gaat er echt wel weer aan. Het is toch een radioprogramma, maak het uit. Het leek echt helemaal nergens op. Vanaf de eerste minuten was... Zij deden eigenlijk alles om heel gezellig. Ja, dat was bij de bovenburen van de sport en daarna ging het ook bij het journaal mis. Alleen Radio 1. We zaten hier even een tijdje in het donker. Langzaam begint de noodstroom aan te gaan en hebben we weer wat licht. Maar zoals je hier bijvoorbeeld kunt zien in de media room, waar al ons beeld binnenkomt en waar we kan bestellen, alle schermen staan op zwart. Dus het filmmateriaal is niet te benaderen, je kan er niet bij komen, je kan niet monteren. Je kan dus als redacteur ook geen onderwerpen maken. Hoi. Er is alleen wat werk licht aan. Dat is veel te weinig om behoorlijke tv te maken. Bij Studio Voetbal was natuurlijk al het licht uit. Maar dit is ook helemaal niks. Hier kun je helemaal niks mee. Ik ga even kijken of ik weer mijn toetsenbord kan zien. Ja, dat is inmiddels dus gelukt. Dan de oorzaak van de stroomstoring. Het is zeer waarschijnlijk gebeurd tijdens een test van de noodstroomvoorziening voor een deel van het Mediapark. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.